Martien en Erika Meiland hebben een bizar druk jaar achter de rug. Ook komend jaar is Chateau Marilaux compleet volgeboekt, maar toch denkt het stel alweer na over een nieuw ondernemersavontuur, zo vertellen ze aan De Ondernemer. In een aflevering van de videoserie Werkverkeer vertelt Erika, volgend seizoen, 2020, gaan we gewoon nog draaien. Want dat is natuurlijk volgeboekt, dus die mensen gaan we allemaal ontvangen. Dus daar gaan we gewoon een mooi jaar van maken. En wat er daarna gebeurt weten we nog niet. We willen eigenlijk wel wat anders. Maar wat dat is weten ze nog niet. Weet je wat het is? Het is natuurlijk heel leuk zo'n chambre d'hôte, maar je kan zelf nooit eens in je duster naar beneden, grapt Martien. Nee, want dat doe je niet. Nee, dat kan niet, vervolgt hij. Martien ziet een terrein met verschillende accommodaties dan als een goede optie. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn als we een ander object zoeken, waarbij je huisjes verhuurt op je terrein. Waar je bijvoorbeeld een keer in de week in de grote tuin met z'n allen neet en gaat wijnen en de rest van de week gaan ze hun eigen gang, vervolgt hij. Om de rust volgend jaar een beetje terug te laten keren hebben ze een nieuwe tactiek bedacht. We gaan met het château toe naar een ritme van 3 weken open, 1 week dicht. Dat is echt noodzakelijk, want zoals het afgelopen jaar ging is niet vol te houden. 7 dagen per week werken, maand na maand, dat is leuk voor de omzet, maar je moet ook aan je gezondheid denken,